Dus mensen, pardon, ik kom wild op jullie dak. Nu gaat er een artikel rond van de Parool over de strijd tegen kinderobesitas in Zuidoost. Met als caption, die snackbar eten ze leeg. Wacht even, dus toen ik het artikel las en ik las Vensterpolder, over welke snackbar praten jullie? Luister dan, laat me geen attiebron krijgen op niets of niemand. De Parool op niets of niemand, Tanja! Je kan over bepaalde dingen niet praten wanneer je praat over die snack. Wil je zien dat ik nu richting die snackbar ga? Wil je zien dat ik nu richting die... Boy, doe het nou. Is klaar. Want jullie gaan niet praten over de snackbar der snackbars. Ik ga... Rem dat ding. Snel. Laat die lift snel doen, man. Ik moet snel rennen. Shit. Word groen met me. Pam, pam. Ai. Linkje, die kant. Schuif. Dus wacht, over Vensterpolder spraken jullie en een snackbar. Jullie spraken over Erno's? Hier? Jullie zijn goed gek. Wacht niet. Luister dan, hoe ik nu eenmaal hier ben, direct gaan we iets eten. Erno's. Direct gaan we iets eten. Maar volgens mij jama sanja. Veel mensen hebben fout gesproken over Erno's. Jullie hebben fout gesproken. No. Mim doe af toe roken, want toe drie roken voor zie. Voordat we gaan eten hier hoor. Ja man, want die kip wacht op me. Hè? Dus voordat ik hier ga eten. Jongen, mijn blessa prins even, want Abu tak mi tjaar mi kalabas kon. Want niemand gaat brutaal praten over Erno's. Ome Yari, ben jan na Erno's. Noma. Bakragado, lang alle die biggie sma, voor bless Erno's. Me Erno's tamoro langa, even serieus. No one sma, ka sabwasani. Jongen, me tegi, hè? Als zeg niets over Erno's. Aan een sport obesitas, we kiezen obesitas. Mi na next te maken, oké? No tak wan dondo sani voor Erno's. Gado. Ai, apres sari no, ukanyang. I'm diving in the deep blue. I am looking for you to... Dus hè? Hoeveel jaar komen we al richting Erno's hier? En we bestellen de meest gruwelijke kip die je ooit in je leven kan. Je kan jezelf niet voorstellen? Mensen, ik kom al jaren hier. Jaren kom ik al hier. Geen probleem. Ja? Geen probleem. Dus hoe ik hier ben, we gaan die kip vreten en ik heb een patatoorlog besteld. Iedereen weet dat we komen allemaal voor die patatoorlog hier. Vroeger was er nog een concurrent daar aan de overkant, waar nu die Afrikaanse winkel is. Ja? Zolang je niet wist dat ook aan de overkant hier een snackbar was, snap je? Heb je geen recht van spreken. Dus jaren terug, voordat Erno's die kip hier maakte, kon je hier bij de slager om de hoek, die Vosinslager, 's ochtends voor veel de tijd een kwartje kippertjes kopen. Je kocht er 4 stuks, je was dolgelukkig en je ging naar school en je was happy. Herinner je dat nog, hè? Voor Erno's dat we gewoon kip kwamen kopen bij de slager? Elke ochtend, tijdens lunch? Ja man! Voor Far West, voor top 10, waren wij al hier. Er was niets met onze obesitas. Ja? Abuntak mi blessa fris na mi kakalabas. Ja man! En diezelfde kalabas misa drie mi van anders. Hoe ik mijn werk doe, dat kwam mi do mi broko. Dan wil je hinderlijk praten in de krant. De Parool over Erno's? Huh? Dan zie je dat mensen letterlijk tijd te veel hebben. Hoe kan je hinderlijk praten over een stuk kip dat tot perfectie is gemaakt? Wat is het probleem? Als je 's ochtends, middags en 's avonds komt eten, wat is het probleem? Hoeveel mensen gaan ongezond leven ze? Ja? Elke dag leven ze zo gezond. Lunch, middag en avond eten. Want einde van de dag gaan ze doodongelukkig naar bed. Doodongelukkig zijn ze. Kom naar Erno's, bestel een patatje oorlog. Ja. Kijk hier. Oh wauw. Ik weet het, het lijkt of het vandaag nog extra lekkerder smaakt. Misschien omdat ik die voordeur heb geblest. Ja maar. Wie wil moet durven iets zeggen, negatief zeggen over Erno's. Ik sta paraat met mijn kalabas. Ik heb jullie al gezegd, ik sta klaar. Wie wel, find the creator, ik sta paraat. En weet je hoe diep verdrietig iedereen was toen Erno's op een gegeven moment ging sluiten om 12 uur? Mijn god. We zijn bijna dood gegaan, maar we hebben het overleefd.
Enos was vroeger 's ochtends in de ochtend 2 uur of 3 uur. Je had nog honger. Heel Vensterpolder was nog lid, maar Enos, je kan nog dat 2 uur, 3 uur 's ochtends, kon je gewoon nog naar de snackbar. Ja, ja. En je kwam 2 uur, 3 uur en het was nog steeds propvol hier. Nu moeten we rennen en haasten om alles voor 12 uur te doen. Is toch laag? Of is het 12 uur of 11 uur? Eén van die twee. Die tijden zijn voorbij, ja. Hoeveel neefjes en nichtjes, hoeveel generaties zijn opgegroeid. Kijk, voor die mensen die niet snappen waar ik over predik. Mijn jeugd is als volgt. We kwamen van school, klaverbak of de schakel. Ja? En als je een chimoni of chinsensi kreeg, na schooltijd, waren we zo gelukkig, want dan konden we even naar voren rennen om een lekker patatje te kopen. Ja? Maar we kwamen thuis, heel was de boot of the beautiful aan het spelen. Of we kwamen thuis en Oprah Winfrey, Betakwantu Troiri, snap je? Heel moesten ook stil zijn, later keken we allemaal Dragon Ball Z, eerlijk, op MSN. Ja? Maar dat zijn die tijden. Voor ons zijn het momenten van luxe, hoe raar het ook klinkt. Om naar de snackbar te gaan, is een luxe. Want we eten goed thuis, ja? We eten goed thuis. Obesitas. Dat zijn Enos en die zakken chips en die drank dat die kinderen eten op straat. Zet een stuk goed kip in je maag. Dat je een zak chips vreet, ben je gek. Nee. Kijk hoe intens ik gelukkig ben hier. Dat we de parool iets komen zeggen over Enos. Blijf uit onze buurt. Waar je geen verstand van hebt, hou je snuit over dicht. Obesitas. Wel, hier met je obesitas dan. Dan ga ik van nu met obesitas door het leven heen. Prima. Zie? Wat is er veranderd? Er is niets veranderd. Niks nog fout. Ik ben nog steeds nog gelukkiger dan jou. Je kan blijven kouwen op die komkommer. Ik kou op komkommer, maar minimaal is het op zuur gezet, hè? Blijf met je komkommer en je tomaat. Goed. Ik zal me druk maken over Enos. Toch laag? Nee man, ik was oprecht. Oprecht? Snap je? Is geen kritiek op onze stadsdeelvoorzitter. Nee. En dat is zo. Snap je? Maar het feit dat het parool heeft durven te schrijven over iets. Dan waren ze laatst hier om uitgebreid met camera's aanwezig. Had me gezegd. Ik had precies in de camera's komen vertellen hoe geweldig deze snackbar is. Is ons nationaal erfgoed. Snap het. Van de bel. Luister. Kijk mijn shirt, ja? Maar jullie snappen niet wat dat ding is. Net mijn bestelling. Kijk, het is binnen. I love Bama. I'm from Bama, I love Bama. Enos is ons nationaal erfgoed, ja? Maar ik zeg nationaal, want iedereen, ook buiten Amsterdam, inclusief Surinamers, kennen Enos. Ja! Ja, ja! Oh. Ja, de beste uitvinding. Mensen, wel nog. Ik ben Find the Creator. Ik zit momenteel propvol. Mijn ogen waren gelijk aan Big Eye. Ik maak comedy sannies op YouTube. Volg mijn kanaal, Find the Creator, één woord. Staat hieronder. Like en subscribe. En deel met iedereen. En vooral die mensen uit Belmer. Vooral die mensen die me kennen. Deel dit bericht. Laat niemand ons stront komen uitleggen over Enos.
Oké, ik heb het al gezegd. Nationaal erfgoed. Oké. Klaar.